Topnames, welkom Raymond van der Klein. Vaak hier aan tafel gehad. Hoe vaak al? Ik dacht 3 keer. Laatste keer met een Google Class, of niet? Geen idee eigenlijk meer. Dat weet ik eerlijk gezegd ook niet meer helemaal wat de laatste keer was. Maar we zijn altijd blij om dit te hebben, omdat je altijd een verhaal hebt wat ons inspireert. Dus hopelijk vandaag ook. Nou, 2 jaar geleden zat je over Google Glass. Oh ja, lang geleden alweer. En 1 jaar geleden zat je nog bij ons driejarig jubileum. Met al die palmkratten achter je. Dat was heel gezellig. De kratten zijn nog bij mij in de tuin nu. Oh ja, zeker. Nog steeds niet leeggedronken? Oké, okay. Lever hem dan maar weer in. Ja, sorry. Hey, Teamly is je nieuwe bedrijf. Wat doet Teamly? Ja, Teamly is eigenlijk ontstaan op het moment dat Maarten en ik weer bij elkaar kwamen. Maarten heb ik ook Leo meegedaan. En we zaten eigenlijk bij elkaar en dachten van, wij willen weer een bedrijf beginnen. Leo was heel erg leuk. We kunnen goed samenwerken. En laten we nu eens weer een nieuw bedrijf doen. Dus we gaan kijken van, ja, wat gebeurt er nou in de wereld waarvan we denken, dat gaat niet goed. En eigenlijk wat we zagen is dat er gewoon heel veel projecten niet goed werken. En dat er heel veel start-ups mislukken. En dat we heel vaak naar de projecten kijken, dat iets een project misgegaan is. En wij denken, ja, volgens mij gaat heel veel in het team mis. En dat er heel weinig tooling is voor teams, voor mensen. Dus hoe je als team samen gaat werken, hoe je met elkaar beslissingen neemt. Wie is nou de trigger in bepaalde fasen. Dat daar heel veel onduidelijkheid over is. En we zagen ook dat probleem eigenlijk een beetje aan het groeien is momenteel. Nu steeds meer mensen niet meer in lijn organisaties werken. Maar of zelfstandig gaan worden. Dus als nieuwe teams bij elkaar komen. Denk aan coworking spaces waar opeens 4, 5 mensen met elkaar een project samen willen gaan doen. Die hebben helemaal geen way of working met elkaar. Nou, hoe worden die nou ondersteund met software? Dus dat zagen we. We zagen ook dat lijnorganisaties, grote institutionele organisaties, zoals de verzekeraars, et cetera, en de banken, dat die steeds meer in teams wilden werken. Dus zeggen van ja, we kunnen onze problemen niet meer oplossen in de hiërarchie. En in de lijn. Maar leg even een team uit. Want toen ik het de eerste keer zag, dacht ik, ja, maar mensen werken toch altijd in teams? Wat is een team anders dan een afdeling? Nou, een afdeling heeft input-output. Dat is een machine. Er moet zoveel productie draaien. Je moet zoveel output creëren. En je hebt 5 mensen heb je ervoor. En een kantoor. En een budget. En dat moet een bepaalde output leveren. En dat is georganiseerd. En dat is voorspelbaar. En elke maand is dat een beetje meer of een beetje minder. Je maakt 4 video's elke maand, of je maakt zoveel bezoekers moet je op de site krijgen, et cetera. Maar wat je ziet is dat er steeds meer omvalt. Het werkt niet meer zoals vroeger. En dan moet je dus met elkaar even gaan nadenken van, oké, wat gaat er nou mis? Je hebt een probleem, de resultaten komen niet meer binnen, het businessmodel werkt niet meer, winkels zijn niet meer nodig, et cetera. En dan kan je dus niet meer oplossen in die input-output organisaties, dan moet je even van het toneel af, dan moet je even met elkaar in een kamer gaan zitten. En dat is het moment dat Teamly goed aan gaat werken. Ja, wat gaan jullie dan precies doen? Ja, wij helpen. Dus eigenlijk van de fase dat je hebt erkend van, hey, het werkt niet, we missen iets, het lukt niet, er is een probleem. Dus dat je dat met elkaar gaat oplossen. En dat kunnen mensen zijn die uit de organisatie worden geplukt. Ja, nee, maar dat snap ik, maar hoe ga je dat doen? We hebben een way of working gemaakt. En wat we hebben gezegd is, een project bestaat uit 16 fases, altijd. Begint met het probleem. En dus het eerste is, je hebt een probleem. Je gaat doorlopen 16 fases en we zeggen, in elke fase heb je een driver nodig. We hebben eigenlijk een way of working gemaakt voor mensen die nooit met elkaar samenwerken, om te zeggen, benoem voor elke fase een driver. Die trekt het project door die fase heen. En een fase kan bijvoorbeeld zijn, definieer het probleem. Maak een plan. Maak een concept. Creëer commitment, bouw een team. En elke keer heb je een bepaalde output die je in een project definieert. En wij zeggen dan, oké, nu zit je project in deze fase. Dit is de challenge. Wie van het team kan nu het beste driver zijn? Bekijk dat met elkaar. Iemand zegt, ik wil de driver zijn. Die wordt verantwoordelijk voor de output en de rest van het team wordt verantwoordelijk voor de input. Hey, maar je zegt, je begint met een probleem. Maar in heel veel situaties in een bedrijf is er toch geen probleem is toch een doel om te bereiken, zeg maar? Het niet kunnen bereiken van een doel is ook een probleem. Is dat het moment van Teamly, zeg maar? Of zorg je ervoor dat een bedrijf eigenlijk helemaal anders gaat werken? Nee,
Wat we zeggen is, een bedrijf is gewoon een machine. Iedereen is ingedeeld in hokjes en heeft bepaalde input- en output-verantwoordelijkheden, heeft een baan, een verantwoordelijkheid. Die laten we staan. Op het moment dat je het niet in de lijn kan oplossen, dan heb je een alternatieve structuur nodig. Dus je bent productmanager A, je bent verantwoordelijk voor 20% marktaandeel. En daar doe je proces mee en heb je je tools mee. En opeens lukt het niet meer. En dan wil je ergens anders in kunnen stappen om met elkaar te gaan denken, hoe kunnen we dat nou verbeteren? Hoe kunnen we het nou anders gaan doen? En dan kan je dus stappen, ik ben niet meer productmanager A, maar ik ben connector of architect of je kiest een rol in een project. En wat je ziet in heel veel organisaties is dat ze kunnen niet loslaten. Bedrijven kunnen heel moeilijk loslaten van hun functie, omdat je niet weet waar je daarnaast kan instappen. Ja, nou noemde je aan het begin ook even dat je heel veel teams ziet mislukken, start-ups die omvallen, noem maar op. Dat lijkt me nou net weer een totaal andere situatie dan die jij nu beschrijft. Ja. Is dat allemaal in één tool als Teamly te vangen? Al die verschillende soorten projecten en structuren? Op het moment dat mensen... We zien dat er steeds meer teams geformeerd worden. En dat we steeds meer in teams willen oplossen. Hoe sneller de wereld verandert, hoe meer je op teamniveau met elkaar wil aanpassen aan de nieuwe situatie. En dus de fase dat je een generatie... Ik was van de week bij een grote organisatie in Eindhoven. Die zei, als je daar ooit een baan kreeg, 50 jaar geleden, dan was het een baan voor het leven. En weet je wel, was je pensioen geregeld. Maar het is waarschijnlijk nog gloeilampen. Ja. Ja, volgens mij was dat... Maar je ziet vandaag de dag, dat alles steeds sneller gaat, is dat die grote hiërarchische organisaties niet meer werken. Dus een bedrijf kan van 2 man naar 200 in 2 jaar groeien, met 5 miljard omzet, et cetera. Maar kan dan ook meteen weer omvallen. En dus de basisstructuur waar we als mensen mee, hoe we met mensen met de omgeving omgaan, is teams. En niet meer in lijnen, niet meer in hiërarchieën. En dat is de grote verandering die we zien. En dat gebeurt op start-up niveau, freelance niveau, maar ook binnen organisaties. Ja, maar dus dat is een algemene trend. Nou formuleer je het vrij negatief net. Je zegt pas als je een probleem dan hebt, dan komen jullie om de hoek kijken. Nou, op het moment dat alles goed gaat en je hebt je way of working en je creëert je resultaten en je bent in functie. Maar jullie zijn dus geen, want het is best, ik zie af en toe verwarring. Bas Hoedemakers vroeg het net nog, Houdini op Twitter. Misschien dat Rijnwammer nu eindelijk eens kan uitleggen wat Teamly nou precies doet. Ja. Soms een beetje verwarring, van ben je nou een projectmanagement tool? Ja. Weet je wel, ondersteun je gewoon mensen die in een team aan een project werken, maar dat is het dus niet. Wat je ziet is zelfsturende teams. Ja? Dus je ziet steeds vaker dat teams onafhankelijk dingen maken met elkaar, omdat ze dat leuk vinden. Bijvoorbeeld groepen mensen die zeggen, je jeugdwerkeloosheid, daar moeten we wat aan doen. Ja, dan komen er 4, 5 verschillende stakeholders bij elkaar, bedrijven. Vroeger noemde je dat een denktank. Ja, die komen bij elkaar, maar er moet niet alleen gedacht worden, er moet ook gebouwd worden. Het moet uiteindelijk ook op de markt komen, er moet ook resultaten gaan creëren. En wat wij creëren is een holistisch platform waarbij je kan zeggen, we beginnen bij het probleem. We moeten iets aan jeugdwerkeloosheid doen, we moeten jongens aan banen helpen. En we hebben 1 platform waar je door het hele levenscyclus van dat project met onze tool kan gaan werken. Hey, hoe zijn en op die manier garanderen dat het niet alleen gedacht wordt, maar dat er uiteindelijk ook een team echt samengesteld wordt wat zich gaat inzetten om een oplossing te maken, om resultaten te creëren. En daar gaat ook heel vaak mis. Hey, al die stappen die je zegt, die je noemt, want je zegt er zijn 16 stappen die je eigenlijk die je kan terugvinden in ieder van de projecten, de processen die je doorloopt. Ligt daar wetenschappelijk onderzoek aan de grondslag? Zijn Maarten en jij samen aan tafel gaan zitten en er daar 16 van gaan opnoemen? Hoe is dat gedaan? Ja, dat is, we zijn denk ik 1,5 jaar geleden, misschien bijna al 2 jaar geleden, echt begonnen met, wat is verandering nou? En een life cycle van iets. Hoe werkt dat? Is er een volgordelijkheid in change te erkennen of te zien? En eigenlijk de metafoor die we interessant vonden is dat een surfer kan heel goed golven lezen. En die weet, hij kan stukken van een golf benoemen. En zeggen, dit is dit gedeelte, dit gebeurt hier. En hoe zouden wij ook zo naar change golven kunnen kijken? Dat we dingen herkennen van waar het zit en wat er gaat gebeuren. En dat hebben we zijn 1,5 jaar bezig geweest om te onderzoeken van hoe zit het nou. En we hebben heel veel gelezen erover, van documenten van 3000 jaar geleden. De I Ching, Book of Change uit China, die omschrijft hoe verandering werkt. En de basis is de yin en yang. Dus hoe yin en yang samenwerken.
En dat hebben we eigenlijk opgesplitst in 4 fases, in 8 en uiteindelijk in 16. En het is super logisch uiteindelijk als je het terugbrengt naar de fase. Neem ons even mee, zeg maar. Daar hoeven we geen half uur aan te besteden. Maar hoe zien die fases er dan uit? Blijft zo abstract? Nou ja, als je de wereld opsplitst, dan kan je zeggen, we hebben de wereld van op het toneel waar orde is. Iedereen heeft een functie en een taak. Je bent in functie. Je hebt een wereld waar we in vrijheid leven. Dan ben je van het toneel af. Dus dan ben je aan het nadenken over je eigen purpose. Dan probeer je weer te bedenken, wat moet ik met deze nieuwe situatie? Dan weet je dat, en dan kom je weer terug op aarde. En dan ben je weer in functie. Dus je hebt de wereld van de orde en de wereld van de vrijheid. En dan heb je de wereld van het probleem. Dus dat wat er niet is. En de wereld van de dingen die gemaakt worden om de gaten op te vullen. En uiteindelijk zit daar een heel logisch proces in. Dat je zegt van ja, er gebeurt iets in de wereld. Je stapt van het toneel af, je hebt een probleem. Je probeert weer naar een purpose te een bewustzijn te werken, waar je zegt, oké, nu weet ik wat ik ermee aan moet. En je probeert weer een vorm te vinden waarop je dat gaat oplossen. En ook goed, wij zijn een team met z'n drieën. Ja. We hebben een probleem. Wat zijn dan de eerste stappen die we zetten? Je gaat naar Teamly, je maakt project aan. Ja, hebben we gedaan. Blom en Stekel. Eerst wat je zegt is, what is it that needs attention? Dus je zegt, wat is het probleem? Waar wil je aan werken? Wat heeft aandacht nodig? En hiermee zetten we dus, creëren we dus een gat. Dus we zeggen, er creëert een vacuüm, een plek, wat er niet is. Dus misschien is er een bepaald resultaat niet. Of is er een bepaalde functionaliteit niet. Of is er een bepaalde, mis je bepaalde competenties, of et cetera. Dat moet je met elkaar eerst bepalen. En dan bouw je daarop je team. Dus eerst ga je beginnen met, oké, wat is het nou waar we aan willen werken? What do we need? Wat heb je nodig? Ja. En wat heel verleidelijk is, wat je ziet, we zijn net een maand live. We zijn echt net begonnen met dit op te bouwen. En je ziet dat heel veel mensen toch projecten starten met al dingen. Ze hebben al oplossingen bedacht, een idee van een app. Ja. En proberen dan teams samen te stellen. En dat faalt dus. Ja, is dat zo? Ja, ja. Dus uiteindelijk krijg je dan hele transactionele, opportunistische teams. Dus moet abstract, de beginstelling moet abstracter zijn? Dus er zijn twee dingen. De enige manier om relaties op te bouwen is door middel van je te verbinden aan dat wat je deelt met elkaar. En dat is een probleem. En dus je bent wederzijds afhankelijk van iets. Ja. Ja, heel veel, jij zegt volgens mij net ook al, heel veel projecten beginnen natuurlijk helemaal niet zo. Het kan ook zijn dat je een droom hebt. Ja. Of een wens. Ja. Of een idee. Het zal wel lastig worden om daar een team op samen te stellen. Mensen kunnen je helpen met jouw droom, met jouw idee. Maar die kunnen er geen onderdeel meer van worden. Kan nooit meer van hun worden, dat idee. Dat is van jou. Dus het enige manier om het hele principe van jullie idee is gebaseerd op gelijkwaardigheid en een collectief eigenaarschap van een. Van iets. Ja, dus uiteindelijk, als je met onze tool werkt, creëer je autonome teams die gezamenlijk staan voor de oplossing. En dat kan omdat ze gezamenlijk beginnen zich te verbinden op dat wat er niet is, het probleem. En dat is een sleutel. En dat is een keuze die we hebben gemaakt. Ja. Je kan zeggen van, oké, ik heb een idee. En je probeert mensen, zoals Kickstarter, ik heb een idee, volg mij, help mij. Maar het is een opportunistische, transactionele relatie. Ja, ik vind het juist andersom. Als je veel in de start-up wereld rondloopt, daar loopt iedereen na de eerste dag, de eerste kwartier van de accelerator. Ja. Het eerste wat ze gaan lopen roepen is welk probleem ze gaan oplossen. Ja. Terwijl zo begon het meestal helemaal niet. Ja. Ja. Dus ik vind het een beetje omgekeerd eigenlijk. Ik vind dit juist heel erg. Van, oh, weer een probleem, weet je? Ja. 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 Maar ik hoor het doorlopend bij die start-ups. En ik denk, dan heb je daarvoor gemaakt, hè? Want ik kom me daar altijd tegen. Welk probleem ga je oplossen? Bijna ook altijd vraag nummer 1 van de mentor. Oké. Ja. Komt het daar vandaan? Of nee. Is dat puur toevallig? Nee. Het begint met dat wat er niet is. Dat is de source van start. Dat is de start van verandering. Ja, als je bij de start wil beginnen van iets, dan begin je bij dat wat er niet is. En het kan best zijn dat je met in een ander project bezig bent in een andere fase al. Dus dat je, maar dan stap je niet in het begin. Ja. Dan stap je al in dan is het project al ergens verder. En dan, weet je, maar als je dan terugkijkt, dan is het ooit een keer begonnen met dat wat er niet was.
Ja. Hey, het moeilijke lijkt mij, als je zegt van het is alleen in tenminste, de grote kracht ligt in deze specifieke situaties. Ja, iedereen kan Teamly gaan gebruiken zoals die wil. Hoe ga jij voorkomen dat mensen teleurgesteld raken omdat ze met een verkeerd verwachtingspatroon of beginnen of in een verkeerde fase instappen? Ja. Is er veel begeleiding van jullie nodig? Nou, nu wel. Kijk, nu, het is absoluut nog geen self-service tool. Dus als je nu begint, denk ik, oh, wat is het nou, hoe werkt het nou? Dan is het nog best wel stroef. Maar als je ons een uur de tijd geeft om met je team te gaan werken, voordat je aan de tool begint, dan werkt het goed. En dat is wat we dus nu doen, veel met klanten. Zeggen, we gaan eerst even zitten, gaan we uitleggen hoe wij naar verandering kijken. En hoe je dus change in je organisatie kan inbrengen. En dat je met elkaar dus... Het succes van het project zit grotendeels opgesloten in de definitie van je probleem. Ja, sorry. Maar dat is wat we nu zien. En dat, daar bouw je gewoon de sterkste teams mee. Vragen van Twitter. Steven Gort zegt, is de voorgeschreven 16 sequential stages van jullie, van Teamly, het belangrijkste verschil met bijvoorbeeld een product, een communicatietool als Slack? Ja, dus als je kijkt naar hoe we ons product nu ontwikkelen, dan waar we ons in onderscheiden is die 16 fases. Dus je weet altijd waar zit mijn project. Je hebt een universele taal met elkaar. Je kan zeggen, oké, ik zit nu in deze fase. En het feit dat we zeggen, elke fase heeft een driver. Dus je hebt niet een projectmanager voor het hele project. Maar in elke fase creëer je weer opnieuw een moment dat je zegt, hoe is de driver? En daarmee onderscheiden we ons heel erg van Slack. Maar voor de rest gaan we best wel misschien een beetje op elkaar lijken. Okay. Mark de Kok, als je geen oplossing biedt, maar een proces, waarom en hoe vinden klanten je dan? Oef, nog één keer. Als je geen oplossing biedt, maar je biedt een proces, waarom en hoe vinden klanten je dan? Nou, de klanten die ons nu vinden, dat zijn vooral grote organisaties die zeggen van ja, wij willen iets met teams. Wij zien in dat wij ons anders moeten gaan organiseren. En dan worden de dingen al genoemd als lean startup, moeten we integreren in ons bedrijf, of we moeten innovatiecentra's beginnen, of acceleratorprogramma's, of zelfs holacracy introduceren. Ja. Om die organisaties maar responsive te krijgen en dat we mee kunnen met de tijd. Die organisaties vinden ons interessant. En die zeggen, wij zijn op zoek naar een nieuw proces, een nieuwe manier van werken. Maar dat zijn dus grote organisaties. Kijk, een nieuwe manier van werken hoef je aan een start-up misschien wel uit te leggen. Maar die hebben bakken met informatie er al over. Wat hadden jullie zelf met bijvoorbeeld Layer aan kunnen hebben? Met een probleem beginnen. Ja. Dus het bedrijf is verkeerd begonnen? Ja, absoluut. Ja, dus met Layer is begonnen met een hele sterke visie. En we hebben geprobeerd een visie te materialiseren. Dus dat wat in de toekomst nodig is, om dat nu al te gaan bouwen. We hebben het niet de kans gegeven om dat te worden, die visie. En Layer, als we concreet met een probleem waren begonnen, van wat we nu zien wat nodig is, what's lacking now, dan hadden we een ander product ontwikkeld. Bij de, als je die parallel even doortrekt. Jullie zijn nu een project begonnen met een team. Wat is jullie probleem? Welk probleem gaan jullie oplossen? Dat teams niet met elkaar kunnen samenwerken. Dus dat mensen bij elkaar komen en geen flauw idee hebben hoe ze met elkaar een project moeten draaien. Zo hebben jullie het gedefinieerd? Want ik neem aan dat je daar vrij lang nu over na hebt gedacht. Als dit het principe is van ook de tool die je bouwt, denk ik dat je veel tijd moet hebben geïnvesteerd in het helder krijgen van die stap 1. Dus momenteel is er niks in de markt, geen software, die het team ondersteunt om met elkaar zowel operationeel als op governance niveau met elkaar samen te kunnen werken. Ja, dus operationeel is inderdaad iets als Slack, maar is die governance... Ja, dus hoe neem je beslissingen en die driver bepalen en welke fase zitten we nu en wat is nu de focus? Dat is er niet. Ja. En dat is uniek. En wij denken dat het essentieel is in de toekomst. Dat je een platform hebt waarin je heel bewust fases van projecten kan definiëren. En mensen ook van buitenaf kan vragen om een positie in je team in te nemen. Om een bepaalde challenge in een fase project te doorlopen. En daarna stapt hij er weer uit.
Ja, dus wat dat betreft kan zo'n team ook van wisselende samenstelling juist, zijn. Juist, ja, dat verwachten wij ook in het. Kijk, wij zien het voorzien in de toekomst dat we zo direct allemaal in teams werken in projecten. En dat zijn eigenlijk allemaal kleine families waar we in zitten. Ja. Die zitten allemaal in bepaalde fases. Daar wil ik eigenlijk even naartoe ook, want je zei eerder van, weet je, er ligt natuurlijk een visie aan de grondslag aan dit plan. Ja. En je vertelde mij ook dat jullie hebben voorgenomen om hier 10 jaar aan te gaan werken. Ja. Dat vond ik eigenlijk best een heftige uitspraak, want dat, als ik terugkijk naar jouw cv van de afgelopen jaren, heb je dat meestal lang niet gehaald. Dat ging nogal wat. Ja. Dan moet er een krachtige idee onder liggen waar je uiteindelijk uit wil komen. Kun je daar ons deelgenoot van maken? Ja, de grote transformatie die er met future of, met werk nu plaatsvindt, is dat we van gestandardiseerd werk veranderen naar een wereld waar je in en uitstapt in teams, in projecten. Waar je creatief werk oplevert. Nou hebben we voor de organisaties waar jobs zijn, hebben we een hiërarchie. Ja. Hebben we een manier gevonden hoe je dat organiseert. En daar hebben we een paar 100 jaar geleden. Wie was dat ook weer, Maarten, wie dat heeft bedacht? Taylor. Taylor heeft dat mooi bedacht en hebben we een mooi systeem voor ontwikkeld. En nu zitten we eigenlijk weer in een nieuwe fase waar we something's lacking. We werken als independents met elkaar. En daar is iets nieuws nodig. Kijk, mijn angstscenario wat we hadden is, stel je voor dat mijn kinderen straks opgroeien en over 10 jaar, je hebt straks een basisinkomen, je hebt artificial intelligence, robots, dat je om 9 uur 's ochtends wakker wordt, je pakt je Oculus Rift en die zet je op en je gaat je basisinkomen vergokken en that's it, that's life. Beetje porno kijken. Ja, en that's it. Ja. Weet je, en de kracht van media is zo ongelooflijk groot. Wat staat er aan de andere kant als die werkgever niet om 9 uur zegt, waar ben je nou? En daar zagen we echt een nood voor software die jou helpt in te zien van welke projecten er zijn, challenges er zijn, waar je in kan stappen, waar je op je skills wordt uitgenodigd om driverpositie te nemen. Zie jij straks ook als een marktplaats voor mensen die op zoek zijn naar een leuk project? Ja, is dat een van de volgende stappen? En wij doen dat via eerst een toolbouw. Ja. Dus eerst een tool bouwen die teams in staat stellen om met elkaar samen te werken. Op een nieuwe manier. Hè? Een soort, oké, zo werken we als team samen. Je zet dan de mensen die erheen gaan en beginnen wel een beetje op het verkeerde been. Wat dan? Nou ja, weet je, als ik erheen ga naar teamleader, moet ik eerst een test doen en vragen beantwoorden. Dat is heel simpel hoor, zijn er maar 4 geloof ik. En dan rolt dan uit wat voor type ik ben. Ja. Dus het begint eigenlijk met een soort het gevoel dat je bij een soort assessment. Maar bijvoorbeeld. Dan vervolgens ga je dat hele project in. Terwijl je zegt nu eigenlijk van uiteindelijk de droom die je hebt is dat mensen losvast in teams aan mooie dingen gaan werken. En soms heb je even een periode, dan ben je op zoek naar iets. Ja. Nou, dan moet je dus ook naar jullie toe. Ja. Ja. Maar dat komt. Ja. Dus dat zijn we aan het bouwen, maar wat we eerst willen is de mechanics. Van hoe werkt nou, hoe kan je nou een mechanisme creëren dat een team met elkaar door een project kan heen lopen, zoals eigenlijk hoe je hoe car navigation werkt, dus hoe een navigatiesysteem werkt. Dus volgende is of 200 meter rechtsaf. Wat wij zeggen, dit is de challenge, wie is de driver en dit is de volgende output die je moet hebben, het volgende stationnetje. En op die manier helpen wij jouw project zeg maar, stap voor stap te doorlopen. Dat is wat we eerst goed willen krijgen. En bijvoorbeeld wat je nu ziet, hè, je bent de connector of de architect. We hebben nu al bepaald dat we in de volgende release dat we dat eruit gaan halen. Dan hebben we gezegd, nee, het gaat om drivers. Dus je hebt een projectstage en dat kan zijn Envision. Dus maak een visiedocument. Je hebt een connector, gaat je functie al. Gaat mijn functie. En je bent geen connector. Het enige wat we zeggen is dat in de fase dat er geconnect moet worden, dat het een rol is die heel erg natuurlijk ligt. Maar iedereen kan hem doen. Hey, zit er niet een groot spanningsveld tussen, je zegt die grote bedrijven die lijken hier nu met name interesse in te hebben, zijn eigenlijk vanzelf heel erg hiërarchisch georganiseerd. Zit er niet ontzettend spanningsveld in tussen de hiërarchie van een grote organisatie en nu zeggen we gaan, nou, misschien niet helemaal zelfsturen, maar zo'n democratische gelijke zit. Ja, maar dat is de grote verandering die er plaatsvindt. Maar zou je niet beter kunnen richten op de nieuwe starters, bedoel ik? Want je pakt eigenlijk je cultuurverandering erbij. Hè? Je hebt niet alleen een oplossing voor een specifiek probleem, maar er zit nog een veel groter probleem achter. Dat is cultuurverandering van een organisatie. Ja, en je kan het ook niet lostrekken. Weet je wel, als je kijkt hoe groot die freelance-markt nu is.
En independent professionals en soms ga je het start-ups noemen. En je wisselt van start-up. Dat zijn mensen die eigenlijk vrij zijn, die geen baan hebben, maar jobs hebben of roles, wat is het, gigs. En die is gigantisch aan het groeien. En we zien daar ook heel veel mogelijkheden, maar daar is de pijn minder groot. Momenteel. Ja. Dus uiteindelijk, kijk, als start-up moet je ook kiezen van, ja, wat is het eerste segment die je nu echt wil bedienen? En dat zijn toch de corporates nu. Ja. En de corporates gaan, die zijn ongelooflijk blij met wat ze aan het bouwen zijn. Hey, wat Mark de Kok die vraagt nog van, hij zegt, het klinkt mij dat je hierin eigenlijk een facilitator nodig hebt met de fase waarin jullie tool nu is. Iemand, ja. Een scrum master in een scrum, weet je wel. Een team master in Team Lead. Maar eigenlijk zeg je, dat is wat je nu ook een beetje doet, hè? Bij die corporates, dan ga jij met je tool. En ja, je gaat... Wat we nu zien is dat we één keer langs moeten komen en dan kan het team gewoon ermee werken. En dan, kijk, wat de tool zegt, oké, fase is afgesloten. Dus iemand heeft iets opgeleverd, een visiedocument opgeleverd. Team accepteert het. Fase wordt afgesloten, volgende fase opent zich. Vraag wordt gesteld, hoe is de driver? Iemand klikt op een knop, zegt, ik wil de driver zijn. En de challenge is, volgende challenge. En dan, als je eenmaal het mechanisme snapt, ja, dan werkt het best wel makkelijk. Hey, daar zit ook iets in van alsof iedereen in iedere fase van een project een andere rol aan kan nemen. Nou kan dat misschien theoretisch, maar in de praktijk is het toch zo dat mensen, als ze meerdere keren met elkaar samenwerken, in dezelfde rol schieten. Ja. Ik bedoel, als wij onze tafel verplaatsen, dan zijn wij samen al in de war van wie zit er ook alweer op welke plek. Als mensen met elkaar in een auto hebben gezeten, gaan ze de volgende... Ja, ja, nou, oké. Okay. Laat niet alles op, laat niet helemaal op mezelf betrekken. Maar weet je, is het niet ook een heel idealistisch beeld van hoe mensen zouden moeten samenwerken? Ja. Nou, ik denk wel dat... Jij zult altijd, als jij in een groep bent, zul jij altijd een grotere rol spelen in... In een bepaalde fase. Dat is wel weer waar, denk ik, ja. In een bepaalde fase ben ik aan bod. Maar er komen ook fases dat ik me echt niet comfortabel voel. En dan moet ik niet de leider zijn. En deze tool dimt mij, die zegt, Rijmo, nu is iemand anders aan het beurt. Iemand die wellicht een muurbloempje is, en kijk, maar die is wel nu beter in deze fase. En dat doet die tool dus nu ook. Hè? Dus het is niet alleen maar dat je zeg maar, wat we zeggen, kijk, ik ben heel goed in de fase dat we een team aan het bouwen zijn, en een missie en een focus. En we gaan ervoor, we gaan een project in elkaar zetten en een product bouwen. En het is er nog niet, maar het is abstract nog. En het moet, nou, dat is een fase dat ligt mij heel goed. Maar daar kan ik alleen maar komen dat we daarvoor iemand hebben zoals Maarten. Die helpt mensen te verzamelen rondom een issue, een veilige context creëert, ruimte creëert om met elkaar iets te bespreken. En daar ontstaat een team uit. En daarom werken Maarten en ik zo goed samen. Ja, het klinkt misschien raar dat ik het zeg, maar het klinkt ook dat jullie een beetje alsof jullie heel lang hebben zitten praten over wat er bij Layer, wat jullie daar allemaal geleerd hebben over... Weet je wel, de visie en wat je net ook als analyse gaf van iets gebouwd wat in de toekomst lag. Misschien niet bij het probleem begon. Dat je daar heel lang over door hebt gepraat. En toen eigenlijk dacht van verrek, alles wat je verkeerd hebt gedaan, dat gaan we nu in een tool stoppen. Zodat we het niet nog een keer verkeerd gaan doen. Nou, het was wel leuk toen Maarten en ik, even kijken, dus, nou, november 2014 of zo bij elkaar kwamen. Het eerste wat we gingen doen is ook het verleden afsluiten. Ja, dus het klopt eigenlijk wel wat ik zeg. Nee, dat klopt niet. Klopt niet. Wat we hebben gedaan namelijk is dat we zijn echt een rondje gaan doen. We zijn langs iedereen langs geweest, alle investeerders, mensen. Zo, en alle lessen opgehaald. En met elkaar uiteindelijk tot de conclusie gekomen van wat was Layer nou voor ons. En dat was wel het moment dat we dat allemaal hebben meegenomen in een bagagezak. En dat heeft absoluut bijgedragen in wat er nu is gekomen. Hè, want dat soort lessen neem je mee. Maar het is niet zo dat het een soort, we gaan het... hoe jij zegt, zo lineair, dat wat daar fout is gegaan, dat we het nu in de tool gaan stoppen. Nee, dat zou een beetje te simpel zijn, denk ik. Als je je toekomstige, de volgende stappen van Team Lead voor je ziet, en je zegt, het is ook een plek, hè, waar misschien een marktplaats omheen kan ontstaan, waar je de juiste teams kan samenstellen. Ja. Is de volgende fase, of zit dat hier wellicht al in? Zover zijn wij nog niet in ons project gekomen. Maar
mensen die elkaar... Want in eerste instantie stel je vragen aan mij, hè, geef ik de antwoorden van... En maak ik eigenlijk, zeg maar, het personage of profiel van mezelf? Gaan andere mensen mijn profiel verrijken of corrigeren of... komen er ratings bij? Hoe is die volgende vraag? Ja, kijk, een key onderdeel en het is, ben je een driver geweest in een bepaalde fase? Ben jij verantwoordelijk geweest voor een bepaalde output? Heb je een concept opgeleverd? Heb je een visie opgeleverd? Etcetera. Elke keer als je dat hebt gedaan, wordt dat bij je profiel gezet. Dus op het moment dat jij een succesvolle driver bent geweest in een bepaalde fase, komt dat bij je profiel. En dat kleurt je profiel. Stel, nu heb je 4 vragen gesteld en het blijkt uit dat je artisan bent. Stel dat je nu elke keer een andere driverrol kiest, ja, dan is die data is voor ons belangrijker dan wat je met die 4 vragen beantwoordt. Dat interesseert ons eigenlijk niet zo. Dat is alleen maar om een start te geven van, oké, dit zijn waarschijnlijk fases waarin je lekker zit of niet lekker zit. Maar de echte driverrollen die je oppakt, dat is wel interessanter. Kijk, we zijn nu in de fase dat we het probleem moeten definiëren. En op basis van de vragen die we hebben ingevuld, ben ik daar beter in. Ja, dat is goed. Dus ik moet nu het probleem definiëren, maar als we dan verder gaan, kijk dan... Nou, dit fase 2 moet ik ook al doen. Zal lekker. Ja, ja. Nou, fase 3 zijn we gelijk, die moet ik dan dus ook doen. Fase 4 ook. Gelijk. Fase 5. Ja, jij moet dit project gaan oplossen, dit is wel duidelijk. Als je met 2 bent, dan ben je flink. Ik ben flink, dus ja. Ja, dat is goed, dit is goed. En je kan dus ook zien in die buitenste cirkel waar je gaten zitten. Dus als je daar ziet dat er opeens bijvoorbeeld, ik denk als jullie naar vorm moeten gaan, hè, dus dat is deze hier. En dat is precies waar ik heel goed in ben trouwens. Dat is wel grappig. Een plan maken hoe je succes bereikt. Ja. De mission. Ja. Dus daar, dat zal een fase worden waar je zegt, maar goed, okay, straks, ja. Ik zoek extra... Dan kan je iemand bijtrekken. Dus, we zoeken er iemand bij die... In een bepaalde fase van je project, oké, nu zijn we dan. Nu hebben we resources vrijgemaakt, nu hebben we mensen aan tafel. Dat is waar we naartoe willen. Maar hoe komen we daar? Via welk middel, doel, product komen we daar uiteindelijk? En heb je iemand nodig? Hey, wat je zei, als we een uurtje praten, dan hebben we het uitgelegd... en dan kunnen mensen vanzelf mee aan de slag. Wat is wat jou betreft de grootste hobbel die jullie moeten nemen? Software maken die mensen leuk vinden om te gebruiken. En dat is niet makkelijk in deze tijd. Er is zoveel software, er zijn zoveel tools. Dus dat is keihard werken nu om te zorgen van, ja, waar draait het nu om de software? Wat we nu aan het doen zijn, is we slopen heel veel dingen eruit. In de volgende versie zie je dat diagram niet meer. Ja, want het gevoel is nog steeds wel een beetje. Het gevoel is wel, vind ik, ook van veel. Je hebt het gevoel, ik moet veel gaan doen. Ja. En dit is echt in transitie waarbij je nog... Waar we nog heel veel visie in het product stoppen. Dat we dat nu allemaal eruit slopen om echt te gaan focussen op software die gewoon leuk is om te gebruiken. Die echt gedrag stimuleert. En we hebben daar hele goede... We weten eigenlijk van grote slagen die we daarin moeten maken. Maar dat zijn we nu aan het bouwen. Dus je ziet dat dit nog echt wel een hybride project is. Dat aan de ene kant nog het model heel erg benadrukt. En aan de andere kant al praat over driverrollen. Maar dat is over een maand zijn we al een stuk verder. Dan gaan we echt focussen puur op driverrollen. Ja. Hey, hoe groot is jullie team inmiddels? 4 man, fulltime. Je bent gefinancierd? Ja. Ja, hoe? Met investeerders. Ja, informele investeerders. Informele investeerders. Ja, een groepje informele investeerders die in december zijn erbij zijn gekomen. Ja. Oké, okay, en dat is altijd de volgende vraag dan. Wat is je businessmodel? Een licentiemodel nu. Hè? Dus als je de software wil gebruiken binnen een organisatie, je kan 1 project gratis doen. Maar wil je meer doen, meerdere projecten wil gaan doen, ja, dan heb je een licentieprijs. En uiteindelijk een marktplaats. Ja. Dus uiteindelijk is het ook op het moment dat jij een driverrolpositie mist. Bijvoorbeeld, we hebben nu iemand nodig die een plan maakt. Het zit niet echt in ons team. We vragen iemand om even 2 weken, bijvoorbeeld Johan, om even 2 weken dat plan te bouwen. Dan kan je die op transactioneel bij ons inhuren. Ja. En in de tijd, wanneer verwacht je dat deze functie erbij komt? De marktplaats? Ja? Ik denk aan het eind van het jaar. Kijk, nu willen we vooral focussen op gewoon werkende goede software die fijn is om te gebruiken. En we verwachten eind van het jaar dat we dan echt naar de marktplaatsfunctie in kunnen gaan werken. Ja, als je al zo goed weet waar je heen wil, hè? Waarom kiezen jullie ervoor om dat zo, weet je wel, stap voor stap te doen? Kijk, er wordt natuurlijk vaak gezegd van, weet je, doe het agile, weet je wel, probeer zorgvuldig te zijn. Tegelijkertijd is het uitdaging natuurlijk ook altijd... Ja. Snel naar de markt, maar wel met het product wat er in je hoofd zit. Ja, het is een beetje, het voelt een beetje alsof, hoe ga je agile naar Mars?
Weet je, uiteindelijk moet je toch echt een flink project starten. Wil je dat, en wij hebben best wel een ambitieus plan. En dan kan je wel agile willen werken, maar dan zal je toch gefaseerd moeten gaan werken. Uiteindelijk komt die raket er wel, waarmee je naar Mars gaat. Ja. Maar daar zijn we nog niet. Een onderdeel van de visie is bijvoorbeeld die marktplaats, die kan er niet zijn als je de tooling niet op hebt. Exact. Ja. Nou, dus eerst moet je de functie hebben en het becomes a marketplace. Ja. Steven Gort vraagt, rationale en of overweging om TeamLab open source te maken. Heb je overwogen om open source een rol te laten spelen? We zijn nu wel met API's bezig. Dus dat zal ik met alle omgeving werken, met Jira, Slack, et cetera. Maakt niet uit waar je als team opereert, dat je altijd naar Teamly kan communiceren wie de driver is, dat je een face closed, et cetera. Dus dat je die governance laag over al je tools gelijkmatig hebt. Maar open source hebben we niet over nagedacht. Nee. Het zou wellicht een model kunnen zijn. Nog één vraag van Twitter van René Ter Haar. Hoe zie jij het dat mensen projecten beginnen met de oplossing in plaats van een team? Kan jij meekijken? Hoe zie jij, je concludeerde dat eerder, hè? Dat het dan fout gaat. Is dat uit je ervaring met bedrijven? Ja. Of kijk jij mee in de software? Beide. Aan het doen zijn? Dus we zien twee. Ik heb na Leer heb ik heel veel projecten gedaan. Heel veel projecten gezien. En op het moment dat je al een idee hebt, hè, je zegt, hey, zullen we dit gaan bouwen? En je probeert dan mensen eromheen te creëren. Dan krijgen we opportunisten. Die zeggen, is wel goed, maar die willen er wat van. Dus die zien er of inkomstenkansen bij, of die proberen een transactionele relatie mee te krijgen. Ja, ik wil wat bijdragen, maar daar wil ik wat voor terug. En ze worden nooit echt een onderdeel ervan. Dus je komt nooit in die fase van ownership. Dan heb je het gemaakt, maar ja, van wie is het nu? Heel vaak wat we creëren zijn van die orphans. Dus wat we zien is, op het moment dat je gewoon met oplossingen begint, dan is het van jou. En dan zal je in je eentje, met die oplossing onder je arm, er succesvol moeten worden. Maar dan creëer je geen team. Dan creëer je werknemers. Kan. En die dingen kunnen niet samen gaan? Ja, dat kan wel. Als je zegt, ja, ik wil werknemers creëren, nou, dan moet je dat op die manier gaan organiseren. Ja, maar werknemers met die verantwoordelijkheid voelen, werknemers die... Nee, maar die komen echt voor de paycheck. Ja, nou, ik vind het ook wel grappig dat jij dat zegt, want jij bent voor, althans profileer jezelf ook wel als de visionaire man, die dan graag ook, weet je wel, mensen inspireert en leiding geeft aan dat soort processen. Want eigenlijk zeg je ook dat onze visie is dat je, zeg maar, baasloos, zelfsturend teams moet formeren. En er worden ook geen beslissingen meer genomen. Omdat er anders nooit... ownership is bij iedereen. Ja. Nou, die redenering snap ik. Maar ik heb jou nog nooit zo zien werken. Jij bent ook altijd de geprofileerde man met de visie. Oké. Okay. Ja. 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 Herken je dat? Hoe moet ik dat beantwoorden? Ja, ik hoorde de vraag niet helemaal. En dan hadden we laatst een aardig gesprek over met Mark Vletter. Die heeft Holacracy... geïntroduceerd bij Voice, zijn telecombedrijf. En een van de vragen die wij hem ook stelden, ik zeg van ja, Mark, kunnen allemaal wel zeggen dat je die rol niet hebt vandaag. Ja. Of, maar mensen stellen jou een vraag op een andere manier dan dat ze dat dan iemand anders vragen, omdat je simpelweg de founder en de owner bent. Ja. En dat is natuurlijk wel zo. Ja, ik denk dat ik ik sta op een plek, vaak in het systeem, daar waar mensen het nog niet helemaal goed begrijpen. Wat is het nou precies, hoe werkt het nou precies? En daar kan ik kan daar een verhaal creëren wat mensen begrijpen. Maar dat doe ik nog steeds. Dat is gewoon een van mijn vaardigheden. Maar dat is, in elk project is dat een bepaalde fase dat je daar doorheen moet. En dat is vooral in de fase van hoe. Hoe werkt het nou? Hoe moet het nou? Ik weet niet hoe ik het moet doen. En daar kan ik heel goed instappen. Dat kan ik doen op het moment dat het over Google Glass gaat of over augmented reality. Dus die functie, dat heeft niks met baas te maken. Maar meer denk ik dat ik toch een soort... plek innemen. Op het moment dat een technologie in een bepaalde fase komt, en dan komt het bij mij binnen en dan kan ik er wat mee en dan geef ik het weer door aan iemand anders. En die maakt er weer wat anders moois van. Dus ik baasloos. Ja, ik weet het niet.
Ik zit hard op te denken, hoor. Ja, ik voel me niet, denk ik, zoals echt een baas ook. Ja. Ik ben benieuwd of je 10 jaar kan volhouden. Ja. Één thema. Ja. Daar ben je zelf wel van overtuigd, begrijp ik. Nou ja, kijk, ik ben een beetje moe van technologie. Van IoT, wearables, dit, een blockchain, artificial intelligence. Dat gaat toch, dat is het niet. Als ik al kijk, wat moet ik nou mijn kinderen? Moet ik ze vertellen dat ze moeten coden? Ik denk, dat zijn niet de skills die ik mee moet geven. En ik kan nu nog één keer iets doen wat bijdraagt. Leer was leuk, ik heb een beetje iets gedaan. Maar ik kan nu één keer al mijn kwaliteiten die ik heb inzetten in iets. Dat ik het mee kan geven aan mijn kinderen en aan heel veel anderen van die generatie. En ik denk dat het te maken heeft met dit thema. En dit is ook de laatste keer dat ik aan het werk ga. Hierna koop ik een blokhut in Finland en dan zie je me niet meer terug. Ja, waarvan akte. Zolang YouTube dit blijft bewaren, dan kunnen wij erop terug blijven komen. Maar ik zou zeggen, hierna rest er geen vragen meer, toch? Nee. Stekel. Super, pracht verhaal. En dankjewel, veel succes. En je weet, we blijven jou graag hier. Als we richting die marktplaats gaan, zo eind dit jaar, begin volgend jaar. Een mooi moment. Mooi moment om hier eens balans op te maken. Dankjewel. Oké, dankjewel man. Jullie bedankt voor het kijken. Al onze uitzendingen vind je terug via fastmovingtargets.nl en via YouTube. Ik zal binnenkort weer eens een keertje tellen, kijken op hoeveel de teller inmiddels staat. Ja, dat zou jij bijhouden. Dat zou ik bijhouden. Jouw rol. Ja, dat is mijn rol en ook mijn taak en ook mijn functie. Dat heb ik deze week niet gedaan. Volgende week kom ik daarop terug, Stekel. In ieder geval weet ik wel dat we ergens in mei 5 jaar geleden begonnen zijn. En we moeten nu eens een keertje gaan kijken of we er een project van kunnen maken. Dat we daar dat grootste en meest levend gaan vieren. Vooral een succes van maken. Nou, het probleem is dat we... We moeten beginnen met een probleem. Het probleem is dat we nog niks georganiseerd hebben. Ja. Ja, nou, daar kunnen we wel een team op samenstellen. Precies, heel goed. Oké, het probleem is daar. Hey, we danken 2ML voor de hosting van de site Streamzilla, die ervoor zorgde dat je thuis live kon meekijken. En Bier & Co. voor het bier. In de vorige uitzending zei ik dat dit altijd de lakmoesproef is, of ik wel of niet weer beter ben. Ik moet twijfel nog, dus ik moet er nog eentje proberen zo, Steven. Ja, zou ik doen. Weet ik het zeker. Hey, volgende week zijn we weer. Dankjewel. Dag.